Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de podcast-studio in Ede met de missie de online automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Vindio, Used Car Controller en tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Met de missie: De Online Automotive beter maken. En dat doen we in de regel in Nederland en in België, waar we veel Belgische luisteraars hebben. En daarom is het hartstikke leuk dat we wederom een Belgische gast hier te hebben in Ede. Pieter Jan Huigen van AMI, wat staat voor Automotive Marketing Intelligence. Pieter Jan, wat leuk dat je hier bent. Ja, ik vind het heerlijk. Dank je om mij uit te nodigen, Paul. Graag gedaan. En. Um... In België ben je uh, natuurlijk een stuk bekender als in Nederland. Dus uh, kun je wat meer vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, mijn naam is Pieter-Jan Huigen. Uh, sinds vijf jaar zijn wij eigenlijk actief op de retailmarkt in België en Luxemburg. Waar wij zowel voor uh, de dealers als de importeurs uh, de retaillaag op vlak van communicatie van A tot Z kunnen ondersteunen. Dus zowel offline als online campagnes. Waarbij we uiteraard zowel traffic naar de showroom, de fysieke als de online proberen te sturen. Ja, op het moment dat je het hebt over een, 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 een marketingbureau voor importeurs en voor dealers. Mm -hmm. En zoals ze het in België noemen, verdelers, <laughs> um, uh, dan heb je het over een heel breed schaal, hè, 360 view en dergelijke. Ja. Maar daar kom je niet zo. Maar wat heb je hiervoor gedaan? Uh, Qua relevante ervaring. Ja, ja, ja. Of ervoor... Want ik heb echt een heel gek parcours gelopen. Yeah. Um, maar op een gegeven moment was mijn, mijn carrière er ik ervoor deed in de laatste fase. Yeah. En dan kreeg ik een kans om bij Mercedes te gaan werken. Yeah. Um, en daar heb ik dan voor Smart uh, de 4-2 en de 4-4 mee gelanceerd. En was ik yeah. ook verantwoordelijk voor de dealercommunicatie. Yeah. En daar is eigenlijk het idee van Ami geboren. Hè. Mm -hmm. Ik zag heel veel dealers uh, geld spenderen aan de meest waanzinnige... Ja, strategieën, de gekste media, dat ik dacht van, oh hier gaat heel veel geld naar buiten, mm -hmm. maar totaal niet efficiënt, totaal niet transparant. Nee. Hier ligt markt. Yeah. En, want ik had altijd wel wat ondernemers-vibe in mij. En dan dacht ik van, oké, okay, ah ik kan deze beter als wat ik zie. Yeah. En er gaat geld in te verdienen, yeah. halen, wat yeah. ook niet onbelangrijk is. Nee. Um, en dan is zo mijn idee geboren. En op dat moment, ja, dat, een, een, ja, dat kaarthuis, dat werd heel automatisch opgebouwd. Ik kwam yeah. de juiste personen tegen, die gaven mij een kans. Vanuit Mercedes heb ik dan um, eerst een jaar en een half voor Nissan um, de retail mee gaan organiseren. Yeah. Uh, dat was dan onder de noemer dealercom. Yeah. Um, dat was dan in samenwerking met DTC Media hier op Nederland. Yeah. Um, ...en dan van daaruit je merkt natuurlijk... ...oh, die Belgische markt heeft totaal andere noden toch... ...dan de Nederlandse markt... Hey, ...we zijn een heel gek land... ...twee talen, eigenlijk drie talen... ...verschillende communities... Yeah. Um, ...ik kan dat niet meer op deze manier bolwerken... ...we hebben echt een fysieke, fysiek team nodig yeah. in België... ...en dan zijn we dat zo beginnen uitbouwen. Yeah. Dus zeg maar, de Nissan was je launching partner? Dat was zeker mijn launching partner... ...dat was een absurde kans... Uh, ...waar ik nog altijd super dankbaar voor ben heel veel van die dealers blijven natuurlijk trouw onze klant ja. en dat vind ik helemaal top. Nou ja, kijk, weet je, kijk, en zo is het bij heel veel startende bedrijven. Je ziet een, een probleem en daar zie je ook de oplossing bij. En de meesten blijven daar dan stoppen, weet je wel? Die denken niet aan executie. Jij doet dan de executie daarbij, klopt. want je laat een goed betaalde baan achter. Ja, He? zeker. Met, met 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 goede secundaire arbeidsvoorwaarden dan stap je toch in het diepe om uh, om met Nissan te gaan. Ja, klopt. Um, maar ja, dat bedrijf ontwikkelt zich. Uh -huh. um, wat doen jullie nu even in vogelvlucht? Wat zijn de, ja, de kernwaardes, de kernactiviteiten die jullie nou doen voor een gemiddelde dealer? Um, ja, dat ga je eigenlijk vooral op vlak van advertising zitten dan. Uh -huh. uh, waarbij dat we echt voor die 360 degree aanpak gaan. Dus we gaan zowel, wat ik zei, online heel veel stimuleren, zoveel mogelijk leads genereren. Kijken uh -huh. hoe dat we dat kunnen optimaliseren. Daarnaast werken wij heel hard op loyalty, hè, op eigen data. We merken toch zeker nu in de tijd waar dat we nu zitten, uh, dat we daar heel veel conversie uithalen door bijvoorbeeld direct mailings met een persoonlijke offerten in. Uh, daar halen we echt conversies op. Afgelopen weekend een van onze klanten uh, 91 auto's. Yeah. Maar dat is absurd, hè, Dat dat dan en toch ja, nog auto's aan... verkocht of, of verkocht verkocht. verkocht. Ja, ja, Maar niet in één winkeltje toch? Nee, niet in één winkeltje. Nee. Um, ja, want die beweging die dat jullie natuurlijk al jaren geleden hebben gemaakt, van die gigantische opschaling, mm -hmm. ja, die maken wij op dit moment mee. Hè. Dus we hebben vanuit het noorden komt Van Mossel, vanuit yeah. het zuiden komt Caravenu. En dat zijn natuurlijk de partijen die dan voor zes winkels in één een concept uitrollen. Yeah. En dan heb je wel zo'n resultaat. Yeah. Maar dat, dat, dat is absurd wat je kunt doen. Um met schaal. Ja, op schaal. Ja. Een beetje wat me altijd wel verbaast, hè? zeg maar, van, van, van de bescheidenheid van de Belgen in het algemeen. In die zin: je hebt een veel grotere automarkt dan de Nederlandse markt, qua nieuw. Klopt. Hij is veel groter. Maar komt omdat wij ook heel veel. Het is nieuw fleet. Is jawel, maar, jawel maar dat is de excuus van de Belg altijd. Ja, maar we <laughs> hebben fleet. Maar dat hebben wij ook. Oké. Okay. Dat hebben wij ook. Alleen zeg maar, uh, uh, misschien is je opgevallen toen je over de grens ging. Uh -huh. Maar daar werden de BMW 3-series en de BMW 5-series die jullie allemaal rijden. Uh -huh. He, want BMW is bij jullie meest verkochte merk, geloof ja, ik. Ja, het is, het is gewoon wel. een volume-merk in plaats ja. van een premium-merk. Volume zou ik het zeker niet noemen. Het is echt wel premium uh, BMW. Uh, maar het is in de fleet. Uh, als groot bedrijf, bij die heel grote partijen natuurlijk. Ja, ze verkopen de meeste auto's op dit moment. Hè? Ja, zeker. Dus het is een volumemerk. Ja. Dus ze zouden het willen dat we premium merken, maar het is gewoon een volumemerk. Dat gewoon een, zou jouw woorden. Gewoon een Opel met een andere badge. dat zijn inderdaad mijn woorden. de zware Corsa. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar en op, op het moment dat je bij Breda de grens overgaat, ja. dan zie je geen BMW's meer, maar dan zie je Kia Picantos. Klopt. Ja, oftewel van, we hebben natuurlijk fiscaal een hele andere markt. We hebben ook een 100%. fleetmarkt, ook gewoon auto's van van de zaken dergelijke was wel zware bijtelling hier altijd hè? ja maar goed weet je wel dus al in de markt is het gewoon kleiner aan de andere kant je ziet bij belgische dealers een heel groot verschil tussen met alle respect ik kom dealers tegen die die nog een faxapparaat op hun ja. bureau hebben staan je komt hele innovatieve dealers mm -hmm. tegen ik was laatst bij um, bij de volkswagen dealer um, uh, van uh, nou moet ik even ge Even goed nadenken. Waar was ik ook alweer? Bij Antwerpen en dan moest ik binnen door. Maar Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas. Sint Sint-Nicolaas. Ah, Mertens. Mertens, ja. Weet ja. je wel. Heel innovatief. Superstoffer man, uh, Dominique. Ja, man. Ja. Weet je wel. En echt, het gast erop, weet je wel. Van het kan beter, het moet meer, weet ja. je wel. Gewoon fantastische en daar, organisatie. Ja, Want je zegt inderdaad, het is absurd in En dat vind ik. Soms ook heel moeilijk om een eh, strategie te implementeren. We lopen echt in vijf verschillende snelheden. Ja. En dan heb je niet alleen, je hebt dealers die dat willen, maar die worden dan afgeblokt vanuit het merk. Eens, eens, maar dat heb je hier ook wel hoor. Van, okay. van, van dat innovatieve, die dus te hard gaan voor de manager met een Excel spreadsheet op het hoofdkantoor. <laughs> ja. En dat is ook niet erg, want die dynamiek blijft altijd bestaan. Dan moet je maar je verhaal beter verkopen aan die manager, in die zin. Maar de andere kant, wat we allemaal vergeten, in die zin: de Belgische klant. Is exact dezelfde klant als de Nederlandse klant. Want die heeft ook een iPhone, mm -hmm. die heeft ook een smartphone, die bestelt ook via Amazon.com, Bol.com, Coolblue en dergelijke. Waar die... jullie wel, en dat is wel echt een verschil, jullie zijn wel, ik denk dat ik kan uit expertise met Nederlanders ja. praten, jullie zijn wel technologisch voor. Vind je, ik vind al als je 100%. kijkt naar de consument, hè? Ah, consument. De consument bestelt op thuisbezorgd, de consument bestelt op Coolblue, Blue. Die is een bepaalde manier al gewend. Ja, klopt. Waarbij de Belgische verdeler, autodealer, denkt dat het in de Automotive nog niet zo is, omdat zijn klanten er niet aan toe is. Terwijl die s'avonds op de bank exact hetzelfde gedrag heeft. dat toont. klopt. Nee, daar ben ik 100% mee eens. Ja. He, dus we hebben eigenlijk geen excuus zeg maar, voor de Belgische markt om niet gelijk naar dat niveau te Nee, Dat te klopt. Gaan. En dan zie je het ook al op de Belgische markt dat er al importeurs zijn dat die stappen aan het zetten zijn. Hè? Ja. Dat, uh, dus we zien dat inderdaad wel. Ja. Ja, daar ben ik mee eens. Nou goed, nu hebben we het even over dat offline verhaal gedaan ja? en de dadelijk mailing. Nou, laten we eerlijk zijn, hè? tien jaar geleden, vijftien jaar geleden was het dood. Klopt, want dan had je, je zo'n stapel folders waar je nooit naar keek en je flikkerde zo weer in de vuilnisbak. Zeg dan niet tegen mijn moeder, Paul? Want nee, die daar is de van van nee, de zware van van de Dat snap ik. Sommige mensen willen ook de, nog steeds dat hebben, weet je ja. wel? Maar de, meesters, de meeste briefbus hier hebben allemaal stickers dat niet mag. Ja. Aan de andere kant, als je nu een direct mailing doet op naam van de klant, dus niet in de, in de, in de massa, maar op naam van de klant, dan komt hij wel aan. Maar dan wordt hij nog gelezen ook omdat het een van je weinige brieven is die je überhaupt krijgt. Ja, en belangrijk wat je daar zegt is ook die personalisatie. Uh, we proberen daar ook super innovatief mee te zijn. Wat is innovatief dan, met een brief? Direct. Nee, we proberen dan naar design toe te kijken, naar het concept toe. Bijvoorbeeld in België, we hebben die toffe vanity plates, ken je dat? Ja, ja. Bijvoorbeeld mijn nummerplaatje is bijvoorbeeld PH. Ja, Op BPM vrij. We proberen bijvoorbeeld in de visuals laden we dan de nummerplaat van de klant al in de visual in. Dus eigenlijk staat je wagen al perfect helemaal voor je persoon klaar. Is dat zijn eigen Naam is dat zijn eigen nummerplaat dat hem op die moment rijdt. Um, en dan zien we gewoon dat. Ja, Want die nummerplaat mag hij meenemen naar de nieuwe auto. Uh, ja, Bij ons is de nummerplaat niet gebonden nee, aan nee. de auto, zoals hier, maar die is aan de persoon gebonden. Ja. Hey, dus als je die al plakt op de nieuwe auto, ja dat je ja, altijd ja, ja, een, to ja, ja, een tof, ja, ja, ja. surpluske ja. Um, Dus we proberen daar op die manier constant toffe dingen met te doen. Toffe, een toffe andere insteek. Niet alleen maar één voorstel, drie verschillende voorstellen. Kijken voor een upgrade, kijken voor een downgrade. Um, en ja, qua design proberen we daar toch ook wel heel innovatief te zijn. Um, maar maar even, 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 even iets heel fascinerends. <laughs> ben jij, benieuwd. Jij maakt dus een voorstel. Ja. Uh, zeg maar, ik zit dan even in de Belgische markt, dus dat wordt dan een BMW 5-serie of een Mercedes-E-klasse. Want jullie rijden dikke auto's en wij rijden <laughs> de, de, de Meuk. Maar goed. Ik krijg dus, ik woon dan in Antwerpen. Ja. Ik krijg dus van jou via een duidelijk mailing. Hè, ik ben getarget op een, op een Mercedes C-klas. Ik, mm -hmm. noem, ik noem maar wat. Jij geeft mij een brief met daarin een nieuwe Mercedes C-klas op de foto met mijn speciale uh, nummerplaat. Ik heb dan de nummerplaat BPM vrij, dat is ja. de Belasting op auto's hier. En dan vinden we het gek dat we aangehouden worden door de douane bij de grens. Goed, dat is wat, <laughs> wat anders. Yes. Maar goed, um, en ik krijg van jou. Drie voorstellen. Ja, dat, je kunt, uh, stel we werken op één modelpool, dan gaan we eerst gewoon kijken van: oké, okay, een eh, auto nieuw kost bedrag X, daar ja. trekken we alle huidige vo, uh, ja, voorwaarden vanaf. Ja. En daar trekken we dan ook nog de inraalprijs vanaf. En eh, van hoeveel is jou, kunnen we ja. als dealership op dit moment voor jouw huidige ja. wagen? Um, ja, dus 15.000, uh, min 2 wordt 13.000, min 7, dus de inruilauto is 6.000. Zeg maar. En daarnaast kunnen we dan nog op die basis ook gaan kijken: van gaan we werken met een cashback, of gaan we jou een financiering aanbieden, of geven we jou een private lease voorstel. Eh, want je bent een particulier. Oh, um, en, en die upsell en die downsell? Dat is als we bijvoorbeeld gezegd: we hebben een Mercedes, uh, we geven je een voorstel op een Mercedes-C. Maar dan gaan we je even goed een voorstel geven op een um, CLA, bijvoorbeeld, en op een um, E-klas een e of op een GLC. Of op een gebruikte. Dat doen we eigenlijk nog niet. Maar hoor. dat is wel bijna het briljante ervan. Hè? Want namelijk, wat mensen te vergeten te melden, is van we denken dat ze in de markt zijn voor die. Terwijl ze kopen. Dat is die. heel toevallig dat je me dat zegt. En op het moment dat je maar het voorstel neerlegt van goh, je, wat Amazon ook doet, je kunt ook die overwegen. Ja. Of die overwegen. Je geeft ze een plantje. Je ja, laat ze naar de showroom komen. Ik had voor toen onderweg naar hier nog telefoon uh, van nu ga ik toch de naam van de groep noemen, want ja. dan creëerde, dat is een weddenschap. Automotive Group uh, in het mooie West-Vlaanderen. Ja. Um, dus daar hadden we een heel grote trading-campagne gedaan aan de hand van open deurdagen en de lancering van een nieuw model. Ja. Ja, uh, ook topresultaat gehad. Maar de helft van de auto's zijn niet ingerald op de auto waarvoor we het voorstel hebben gemaakt. Ja. Maar die zijn met een occasie weggereden. Um, dat, ik, dat is de eerste keer dat iemand mij dat zo zei. We hebben eigenlijk vooral occasies uh, verkocht... op basis van de klant is naar de showroom gekomen... ze ja. zijn met een totaal andere wagen vertrokken. wil maar op het moment dat je, dat je alternatieven geeft... gaat men ook over alternatieven nadenken. Ja. In die zin van... het, het zou mij heel, heel normaal vinden... op het moment dat ik in mijn winkel... Hè, ik zit in die Brommobielen nu... Ja, uh, dat op het moment dat iemand onze voorstel vraagt... voor de JS60, de Chic... Dat dat ik ook voor de ultimate een offerte maak. Die zit erboven. Ja. En voor een jong gebruikte. Want namelijk, hij gaat shoppen. Ja. En laat hij dan maar shoppen bij mijn drie voorstellen. In plaats van een ander. Zeker. En daar moet ik niet bang voor zijn. Maar dan moet ik gewoon promoten. En natuurlijk wil ik misschien liever die chic verkopen. Want ja. die heb ik op voorraad. Of heb ik al betaald. Ja. Of wat dan ook. Maar de klant... ...blijft shoppen, weet je 100%. Wel. En uiteindelijk, het gaat erom om de klant binnen te houden. Je hebt hem binnen getrokken, want ja. we sturen naar eigen klanten. Geef gewoon aan jouw klant het best mogelijke voorstel voor zijn noden. Dat hoeft dan niet per se de auto te zijn waar je op die moment... Ja, ...de dikste bonus op kunt halen. Als je op die moment, denk ik, je klant kan houden... ...dat is al goud waard. Ja. Um, als je het dan hebt over de andere tak van jullie... Hè? ...dat is de online marketing... Zeker, hè? Ja. Um, is Google Ads overpriced? Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform. Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot sterkste in je vak. Vindio is de merkonafhankelijke automotive partner. Vindio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Daar hebben wij op het werk heel veel um, discussie over. Um, is het overpriced? Ik denk, zolang dat je kan tracken waar je investering is ten opzichte van het resultaat, mm -hmm. dan kunnen we erover praten. We, we kijken, wij ons, onze jongens kijken constant echt naar, naar hoeveel is je klik waard is, wordt daar ook effectief, effectief een conversie? Um, de, de meningen zijn uh, ja, bij ons verdeeld van hoe overpriced of hoe on-overpriced is het. Um, we hebben nu toch wel die... We hebben een paar testcases gedaan met nieuwe manier van adverteren. En dan merken we toch dat we op die oude SEA-campagnes goede resultaten krijgen. Uh -huh. um, wat we wel merken, en dat is een belangrijke, dat we... Het is gewoon super... Iedereen gooit gigantische budgetten op Google Ads. Yeah. Um, en we merken heel vaak dat we ook bijvoorbeeld importeurs tegen de dealers hebben bieden. Um, dat is dan voor de merken waar dat we niet voor werken ja. als uh, importeurbedrijf. Ja. Maar eh, voor de dealers, dat we zien van. Als we die campagnes overnemen, ja, die zitten allemaal op die eerste fase van die awareness op, op gewoon een yeah. merk. Terwijl de dealer op het laatste stuk Ja, natuurlijk. Je, je gaat op die conversie van kopen. Je hebt de koper nodig. Die moet op je website komen, die moet direct kunnen converteren en je moet je kunnen opbellen, contacten, dat hem langskomt en de bon kan tekenen. Is dat overpriced? Ik ga me daar wijzelijk nog in stilzwijgen over hullen totdat ja? ik zelf het, het finale antwoord heb. Mm -hmm. um, maar ik denk wel... ...dat Er heel veel bullshiters zijn op de, op de markt. Die yeah. daar heel veel factureren of pri de prijzen heel ontransparant neerzetten, waardoor dat het overpriced is. Nou ja, waar, waar ik me een beetje aan erger, is zeg maar van. van, van en, en, dat, en dan niet jou, hè? Of Jan. Nee, maar rustig. Of Jan be de bedrijf, he? daar heb ik geen inzicht in. Maar ik zie heel veel Google Ads bedrijven in Nederland. Um, rapportage sturen naar hun dealers, mm -hmm. waar daadwerkelijk geen enkele relevante informatie in staat. Binky het staat er alleen maar voor hun eigen ego. Ja. We hebben zoveel vertoning gehad. We hebben zoveel dit gehad, zoveel dat gehad. Uiteindelijk gaat het om een stuk blik, banden en de stuur. En zoveel mogelijk daarvan verkopen. Daar ja. gaat het om. Dus ik heb wat concreets nodig. Ja. En um, op het moment dat ze zo'n standaard formuliertje invullen of laten invullen en die sturen en nooit zeggen van joh, mijn KPI is om eigenlijk de kost per klik naar beneden te krijgen, de kost per lead naar beneden te, te krijgen. Ik ja. weet dat ik aan het begin meer moet investeren dan op het eind, ja. maar daarvoor gaan we leren, zeg maar. Ja. Maar de, ze hebben met dealers te maken die vaak niet de tweede vraag weten Nee, klopt. Daar proberen wij dan toch zelf een antwoord op te bieden um, door altijd te gaan kijken, wat is de benchmark? Eh, hoe kunnen we zo goed mogelijk onder die benchmark uh, scoren? En dan daarnaast gaan we ook altijd vergelijken. Eh, als we een campagne uitrollen, um, bij ons is dat nog allemaal, eh, het wordt echt door een persoon gedaan, want je mm -hmm. hebt nu ook heel veel um, bedrijven die dat gewoon ja, geautomatiseerd, geautomatiseerd laten, zal ja, ja. kopen, dat, dat vind ik ook uh, niet echt top. Heb je geen bureau voor nodig, zou je nee, zeggen? dan zou je nee. beter gewoon uh, ja. een applicatie kopen en het zo zelf beginnen inregelen. Um, probeer ik ook altijd bij ons, de jongens um, en de meisjes, uh, die moeten bellen. Um, de, de, de dealers krijgen hun rapportage uitgestuurd, uh, ofwel ga ik of een van onze, onze accounten op de baan bij de klanten het bespreken als we daar juist zitten. Ofwel is het per telefoon dat we er toch echt naar gaan kijken: van A, hoe heeft dat gescoord? Maar ook B, welke learnings trekken we daaruit? Eh, welke modellen komen hier naar voren? Ja. Wat zegt dat voor uw inkoop? Op welke modellen moeten gaan zitten? Bijvoorbeeld in een trading. Als we zien dat um, dan bijvoorbeeld bij Nissan, um, als er gigantisch veel op Qashqai wordt gezocht. Nu, eh, nu slaag ik echt gewoon een openstaande deur in. Eh, natuurlijk wordt er het meest op Qashqai gezocht. Ja. Maar ...we zien er wordt heel veel op Qashqai gezocht... ...ja, dan kunnen we ook heel veel Qashqais gaan inkopen natuurlijk... ...of die yeah. inruilprijs yeah. voor in yeah. die offertes veel hoger zetten... ...want die gaan toch vertrekken. Yeah. Um, dus dat, we proberen wel echt meer relevante info te geven... ...zodat die dealers, een dealer zijn bedrijf beter kan gaan runnen. Um, en ik denk dat we daar een verschil kunnen maken door... ...ja, we zijn niet gewoon marketinggekken die dat komen zeggen... ...hoe en wat dat moet. Nee, maar je bent dus Marketing niet alleen technisch. maar gefocust op dat Google... ...en dat is de, de enige oplossing nee, om auto's te verkopen. Nee, we proberen echt te kijken... Ah, op van elke dealer. Hè? Zoals dat je ja. juist gezegd hebt, we werken op vijf verschillende snelheden. Hè? Wij werken voor de caravanus en de van van deze wereld. Maar ik werk even goed en met evenveel liefde uh, voor Garage Keustermond ja. met één um, locatie in Puurs. Ja. Um, en ik kan daar een hele kerstboom gaan optuigen met de grootste kerstballen. Um, met lichten die dat flikkeren en hem heel veel geld uit zijn zakken trekken. Ik zou ja. het kunnen. Ay, ik zou dat kunnen doen. Maar dat is totaal niet wat die mensen nodig nee. heeft. Dus we proberen echt te kijken van. Oké, okay, wat is online of offline uw nood? Wat is, wat is de doelstelling? En hoe kunnen we dat nu optimaliseren? Zodat op basis van jouw budget. Want er is nog altijd iets als, als correct zaken doen. En een deal ja. moet ook winstgevend zijn. Nou ja, we moeten de marathon willen winnen. Exact. En die sprint verlies ik altijd wel. Van een ander, weet je wel, ja. die, die, die snelle winst willen hebben. Maar ik wil er over vier jaar nog steeds de, ja. de partner zijn. Als je nu hebt over social media ja. hè, uh, in, in, in marketing in België, qua mm -hmm. leads. Um, is, het dan, is, is het dan iets waarvan je zegt van joh, platform X, I of Z werkt voor. Uh, voor, voor de meeste merken beter als de andere, of heb je daar een bepaalde mix in? Of ja. zit je al in op Facebook? Uh, wat Goh, doe je? Wij doen een, een gezonde mix. Hangt er weer al vanaf van wie proberen we te bereiken. Um, hoe goed is ook de database van de dealer zelf. Mm -hmm. um, we proberen als we lokaal gaan kijken. We krijgen natuurlijk vanuit een merk altijd een ideale consument voor auto X, Y of Z. Um, maar de, nog, ideale de ideale consument. Ja, 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 ja. Ik, ik weet nog toen dat ik Smart moest lanceren, hè, de Fort Two. Uh, Dat ga ik nooit vergeten, want je bent 7, 28. Je voelt je ook het baas, want je werkt bij Mercedes. Ja, ja, ja. En je gaat eens zeggen hoe dat moet. En dus op, pak okay, je. En je gaat vol overtuiging. En je vertelt van. Ah, en de consument, de jonge, city, urban, bam, bam, bam. Yeah. Alleen verkocht ik alleen smarten. Yeah. En gepensioneerden. <laughs> yeah. Ja, daar staat hem met je mond vol tanden. Yeah. Um, dus de realiteit van een autobedrijf is helaas heel vaak anders dan, dan een ideale doelgroep. Yeah. Dus we vertrekken vanuit die database van de dealer. Om te kijken van. Wie zijn eigenlijk uw consumenten? En dan gaan we op die basis ah, look A lookalike zoeken. Uh, dat werkt ideaal via Facebook en Instagram. Um, maar zelfs daar ook naar welke soort advertentie gaan we daarin lanceren. Mm -hmm. We waren een tijd heilig overtuigd van, ah, met die lead ads kunnen we wel echt heel goede leads genereren. Wat zijn lead ads? Dat wil eigenlijk zeggen dat iemand getoond een advertentie en de klant hoeft niet meer naar een landingspagina of een website. Dus op Facebook gaat je gewoon klikken, ik heb interesse en jij als verkoper of dealer Krijgt direct alle gegevens binnen ja. van Facebook of van Instagram. Waarom? Omdat die mensen al hun gegevens hebben afgestaan ja. aan Facebook en Instagram. En de, en de consument denkt dat hij eigenlijk geliked heeft. Ja, maar in werkelijkheid ja. krijgen, wordt dan een lead. Ja. En dan heb je heel gefrustreerde verkopers en gefrustreerde marketeers die dat zeggen: van uw liet trekken op niks. Want ja. die mensen geven, ja. ge, geven aan: van ik heb helemaal niet geklikt of ik heb helemaal niet gewild. En dan het bizarre aan België: ik denk, ik denk dat ik denk dat Nederland ook wel zal zijn. We stellen heel veel extra vragen. Wat is dus uw aankoopintentie? Wanneer gaat je overstappen? Met welk? In, die, in die lead In die lead maken we vrij gekwalificeerde vragen. Mensen vullen dat toch in? Ja? En dan blijkt dat ze toch geen elite zijn. Dus ja. daar, daar krijgen we dan heel gekke antwoorden in. Misschien is daar wel iets voor jou te doen. Hè, jouw... nou ja, dan, dan denk ik eigenlijk dat de eerste vraag van de verkoper gewoon verkeerd is. Want ja. ik denk niet dat je anno 2022 die vragen invult zonder niet geïnteresseerd te zijn. Ik, ik denk dat ook. En ik denk dat daar, ik zeg het ja, daar is voor jou zeker genoeg markt op uh -huh. België. Op, op jouw theorie en op jouw, jouw vakkennis. Verkopers meer te gestuurd te krijgen naar wat is nog een lead in 2022. Hè? Dat, uh, ja. Die discussie had ik gisteren ook bij, bij, bij Autonatie. Van wat is nu, wat is nu een, een lead hè? voor een verkoper? Is een lead gewoon iemand dat klaar staat met zijn portefeuille open om nu die auto te tekenen? Ja. Maar elke interessevraag naar een auto is een kans. Ja. En die moeten pakken als je een goede ja. spits hebt, blijf achter de bal lopen, ja, toch? Hè? Ja, ja, absoluut. Hé, hey, um, als je het hebt dan over het, uh, het, het, het verhaal in de online automotive in België, mm -hmm. wat zijn nou uh, dingen, innovatieve dingen in België, wat wij in Nederland nog niet hebben? Ik denk dat je daar eigenlijk. Ik denk dat Nederland koploper is. Ik denk dat Hanson dat, um, dat de automotive marketing als tak. Ten eerste hier in Nederland. He, daar zit een hele branche rond. He, je uh -huh. hebt Automotive Online, je hebt, uh, je hebt verschillende vakbladen, je hebt ja. hier een vakbeurs. Um, dat hebben wij in België al veel minder. Um, dus ik denk dat wij op dat vlak jammer genoeg um, achterop hinken. Uh -huh. He, dat, we, dat we vertrekken vanuit een veel achteruitgestelder uh, speelveld. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, soms moet je gewoon zeggen dat je achterloopt. En ik denk ja. dat wij op vlak van online marketing dat wij zeker. Um, ja, op vlak van dat we, dat we aan Nederland, dat we daar alleen maar heel geïnspireerd door kunnen zijn. Uh -huh. Met um, en, 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 je er maar voor open staat. Ja, moet. Ik vind, als je denkt dat je al gewonnen hebt, kun je beter naar huis gaan. Yeah. Um, dus nee, ik denk, eh, dat, dat is ook altijd dan zo fijn geweest. Aan het feit dat, eh, dat ik. Um, ja, mijn vrienden zeggen altijd: Ik ben een halve Hollander. Hè, dat, ik, yeah, yeah, genoeg, yeah, 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 dat ik genoeg yeah, yeah. kennis heb en, en genoeg yeah. vrienden en, en inspiratie vanuit hier kan blijven halen. bedoel bedoelen niet dat je eigenwijs bent. Nee, dat niet. Wel nee, nee. absurd direct. Ja, en dat wordt ja, heel ja, vaak ja, ja. niet geapprecieerd. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. <laughs> um, maar ik denk, ja, dat, het is dat je gehaald uit Nederland kan ik, op dat vlak zoveel inspiratie halen. Waar zijn België wel een pak beter in? Uh, en dat vind ik dan wel oprecht. Ik denk wel dat wij esthetisch strakkere campagnes opleveren dan wat er op Nederland mm -hmm. gebeurt. We hebben een heel andere esthetiek. Um, en dat is dan echt ook mijn dada. Maar wat maar het is het dan? Een soort digitale hygiëne? Ja, nee, eerlijk gaan we meer naar layouting, uh, Paul. Um, hier is alles heel schreeuwerig en heel... Beetje uh, Aldi-achtig. Aldi ja. ja. Daar komen wij in België niet mee weg. Nee. Um, daar, daar worden we echt neergesabeld. Dus daar liggen de verwachtingen veel hoger... Uh, van de klant dan hier, maar hier op straat. Maar dat komt ook op het moment dat een dat het meest verkochte merk, een volume merk, een, een premium merk ja. is, dan verwacht je er ook meer van. Ja, maar bij ons is het ook. Ik weet niet hoe dat hier op Nederland zit, uh, Paul. Maar elk volume merk wilt zich neerzetten nu als premium brand. Nou ja, het, het volume merk is een premium merk of een premium <laughs> merk is een volume merk. Ja, zeg het maar, maar, Ja, het is uh, ja. het is uh, waar we ik zeg het. Ja, bij klanten dan kan ik daar echt heel in presentaties zitten met bepaalde importeurs. En dan denk ik van, die auto zou ik nooit op die manier hey, gewoon een goede prijs opzetten, knallen en ja. de mensenmassa en we die komen gaan we hem het wel halen. Ja. Um, maar nee, dan gaan ze die een heel als love brand neerzetten. Ja, 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 ja. Dan denk ik ja, ja, ja. van, als ik daardoor geïnspireerd moet raken, dat lijkt me heerlijk als dat ja. kan, maar, maar uh, dat is volgens mij niet de realiteit. Dus... Dus dat is ook een beweging die dat wij hebben. Misschien moet je de volgende keer gewoon voorrijden met een smartphone voor. En daar het verhaal <laughs> vertellen dat wat er in de PowerPoint kan staan. niet altijd de werkelijkheid is. Ja, nee, dat klopt. Want met nieuwe had ik hetzelfde. Ja? Weet je wel, Van, vanaf 2005 tot 2014 hebben we ontzettend veel auto's online verkocht. Iedereen zei dat zal wel de jeugd zijn, maar het waren allemaal de gepensioneerden. Ah, serieus? Ja, tenminste in massa. Want laten we eerlijk zijn: die hebben het geld, ja. hè? die hebben de tijd. En die moeten ook bankieren via online. Dus die snappen al lang hoe het werkt, weet je wel. Die zijn niet achterlijk, die zijn niet achtergesteld. Die weten pre 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 precies waar de enterknop zit, ja. weet je wel. Dus ja, af en toe maken we ook maar de verkeerde. Assumptie? Assumptie, maar ook wat we de laatste tijd hebben, vooral met Stellantis. Ja. Uh, in die zin van, van: ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar kijk. Ik kan wel op Harvard hebben gezeten of op Princeton of mm -hmm. wat dan ook, en ik kan bij McKinsey werken en ik kan een fantastische PowerPoint ja. maken, maar dat wil nog niet zeggen dat ik pragmatisch genoeg ben om te snappen wat er in de dealerwereld of ja. op de vloer gebeurt. Ja, ik, uh, ja, ik denk, ge, 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 ah, dat is een heel hot topic hebben dat je daar aanhaalt. Um, ik denk dat er een heel dat, dat, vanuit die bovenste laag dat er wordt onderschat. Wat een werk een dealer levert. Yeah. We zitten in een pushmarkt yeah. die modellen worden erdoor geduwd, die klanten worden overtuigd. Yeah. In de laatste 18 maanden waren niet, waren niet zeg maar wat het normaal gesproken is, mm -hmm. waren niet ja, zoals de markt zo is. Ja, dus ik ben helemaal mee. Ik denk inderdaad dat daar echt heel hard het werk van een dealer op dit moment nog onderschat wordt. Um, de, de, ik denk, dat is met de beste bedoelingen, snap ik. Die beweging dat, er, dat ze willen implementeren, 100%. Als ja. je dat als bedrijfsleider bekijkt, ja, ge geoptimaliseerd een boel. Ja. Ja. Um, en je hebt natuurlijk die wetgeving die dat al ondersteunt. Maar ik denk inderdaad dat de, de kracht van een dealerbedrijf um, vergeten wordt. Hè. De, de, zeker ook bij België. Wij zijn heel lokaal geënt. Uh, als we de familie kennen, vinden we het helemaal top. Ja. Um, dus ja, ik, ik merk... En ik merk ook dat heel veel van onze talenties klanten zich ook wel aan het klaarmaken zijn nu. Die dat door, ja, de, de, laten we het dreiging noemen, laten we het zo noemen. Of de nieuwe, de, het nieuwe platform Way of Work dat zou komen, die zijn zich toch enorm aan het voorbereiden om toch hun eigen merk ook sterker te maken. Um, ja. Dat gaat van brandingverhalen, dat gaat van. Um, hoe gaan we ons intern vormgeven? Hoe gaan we ons naar de buitenwereld presenteren? Nou ja. En dus is een hoop werk voor de marketeer. Ja, en dat vind ik heel tof. Ja. Uh, <laughs> ja. Nee, heel, heel het verhaal van hoe kunnen dat merk van uw dealership sterker maken? Hoe kunnen we ja, werk maken van uw eigen merk? Mm -hmm. um, vind ik heel, heel tof. Um, alleen natuurlijk, het gaat heel spannend worden. En, en ja, daar zitten we echt vlak in dat spanningsveld van. Ja, hoe gaat het lopen? Met welke ja. systemen gaan ze werken? Dat is allemaal koffie die kijken op dit moment. Hè. Ja. Um, maar het is heel boeiend. En ik denk in die end, we hebben allemaal elkaar nodig. Ja. En dat gaat altijd zo blijven. Absoluut. Hey, laatste vraag. Ja. Um, als importeurs, dealers, verdelers, uh, is een keer met jou willen brainstormen. Hoe komen ze dan met jou in contact? Ja, ze mogen altijd uh, een mailtje sturen naar pieterjan.amiforyou.com. Of... Ja. Uh, gewoon naar de telefoonnummer bellen die op de website staan En dan mm -hmm. neemt er altijd een heel vrolijke jonge dame of jonge man op. En ja. dan komt die boodschap sowieso bij mij. Oké, okay, super. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel voor je komst naar Ede. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het super tof. Graag gedaan. Dankjewel voor het gesprek. Van spreekangst totaal geen sprake. Nou, heerlijk. Het viel me heel ja. goed mee. Het viel me echt heel goed mee. Nee, erom. Het moet vooral een gesprek zijn tussen twee mensen die praten over het vak. Dankjewel daarvoor. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe gast. Zelfde missie. Samen de online Automotive Dank je wel. Dank je wel. Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW-podcast van Paul de Vries met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes en deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW-podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners. Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Vindio, Used Car Controller en tweedehands.be.